Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Stichtse Vecht. Hier naast mij zit Sylvia de Groot Ruiz. U bent de voorzitter van Stinica. Ja. En kunt u uitleggen wat dat precies is voor stichting? Ja, Stinica is een stichting, betekent Stichting Niños de la Calle. En dat betekent kinderen op straat. En we werken samen met een stichting in Mexico, Canica. En we werken in Oaxaca. Oaxaca is een heel mooie stad. Mooier kan niet, in het zuiden van Mexico. En er zijn 98% Indianen, dat Mexicanen. We zijn een volk van een mengeling van Spanjaarden en Indianen. Ja, want u komt ook uit Mexico. Ja, ik kom uit Mexico zelf. En de kinderen, de Indianen, zijn de armste mensen in mijn land. Jammer, maar het is wel zo. En de kinderen in Oaxaca die op straat lopen, gaan niet naar school. En ze lopen op straat. Ze zijn zeer speciaal. Hè? Ze zijn kinderen op straat omdat ze werken de moeders. Ze helpen de moeders om te werken. En, de kinderen in dat gebied. De kinderen in dit gebied. Hè? En dus ze gaan niet naar school. En op deze manier gaan ze doorbreken de kring van de armoede. En dus Stinica wil graag dat deze kinderen naar school gaan. En wij, dat is wat we doen. Dus wij inzamelen geld, zodat nu bijvoorbeeld wij gaan een leeslokaal laten bouwen, omdat wij hebben een wachtlijst. Hè? Dus nu, een wachtlijst voor wat precies? Ja, voor kinderen die bij ons willen. Die bij de op school les willen krijgen, zeg maar. Dus nu, we hebben 300 kinderen. De kinderen gaan naar ons. Zij hebben een huis, hè, natuurlijk. Dus ze slapen niet daar of zo. Maar ze gaan bij ons ontbijten en lunchen of eten. Mm-hmm. Dat er zijn twee verschillende, hoe zeg je dat, shifts. Mm-hmm. In de ochtend en in de middag, mm-hmm, dat wisselt. Precies, precies. Hè? Dus nu, er zijn 300 kinderen die daar gaan. Hè? En ik denk dat dat heel goed is. Maar zoals ik zei, ik ben een wachtlijst. En we willen zo snel als mogelijk de geld inzamelen voor de andere leslokaal. Ja. Dat betekent nog meer kinderen. En hoe doen we dit? Kijk, de kinderen lopen op straat in de pleinen. Ze verkopen spulletjes. Ze zijn heel goed in het maken. Dit, in dit gebied, zeg maar. Ja, dit is het plein. Ja. Het belangrijkste plein in Oaxaca. En de mensen van onze stichting, ze gaan daar op een bepaalde dag en met de kinderen praten. Dus de kinderen die nog niet bij ons horen. Hè? Ja. Om met hen te spelen. Dus de kinderen zijn hier aan het spelen. Ja, ik zie ook staan spelend leren. Dus ja. En dan als ze vertrouwen zijn met ons, gaan wij naar de moeders. En we praten ook met de moeders, zodat zij gewoon ons vertrouwen. En dan, als ze binnen zijn, binnen het programma, dan gaan de sociale werksters of werkers naar het huis van de kinderen om zo dingen te leren. Hè? Ja. Mm-hmm. En dit is de laatste. De dag, dit is een foto van de zomercursus. Ja, de kinderen zijn heel blij. Je kan echt zien de gezichten van de kinderen als ze moest werken. Hè? Ze zijn niet zo ontspannen en zo blij, omdat een kind hoort te spelen, niet te werken. Hè? Dus mijn boodschap zou zijn voor jullie, een warm hart te hebben voor deze kinderen. En jullie kunnen, iets heel belangrijks. Alle de geld dat jullie zouden doneren, gaat rechtstreeks naar de kinderen. Als ik reis naar Mexico, omdat ik reis bijna elke jaar, ik doe het met mijn eigen geld. Omdat ik ga daar op bezoek, op vrienden en familie, en ook naar Oaxaca. U bent laatst ook geweest. Ja, ik ben net een week terug aan Mexico.
Het was heel mooi. Wat is dan het mooiste aan zo'n reis? Ja, wat is het mooi? In Oaxaca, ja, je moet daar gaan. Er zijn twee vrijwilligers, Nederlandse meisjes. Ze zijn heel blij. Die werken daar ook? Ja, nu. Ze doen stage daar. Ze komen uit Groningen. Oké. En ja, het was wel leuk om met hen in het Nederlands kunnen praten. En hun Spaans is perfect nu. Na, ik denk, 7 maanden of zo. Dat is heel goed. En wat doet u dan precies daar op zo'n reis? Oké, wat ik doe is, ik ga gewoon kijken hoe met alles is. En ik praat met de mensen die de leiding hebben. Nu, er zijn echt twee heel goede mensen. Hoog opgeleid, maar ook met een grote hart. Dus als ik zeg, ze zijn in evenwicht. Hun hoofd, maar ook hun hart. Samenwerken voor de welzijn van de kinderen. Wat wil je het mooiste? Het mooiste was ook op zaterdag. We hebben georganiseerd een benefit concert, koorconcert. Ja, ja, dat was afgelopen zaterdag om dus geld in te zamelen voor dat extra leslokaal in Mexico. En we hebben €764 gehaald. Dat voor ons was heel goed. Maar het was zo mooi om te zien. De mensen waren daar echt met veel plezier aan het maken. En het was een heel mooie aansluiting voor mijn reis. Ja. Dus eerst met de mensen daar en dan werken. En dan hier met de Nederlanders. Ja, het was heel mooi. Dus voorlopig bent u nu nog bezig met dat geld ook inzamelen. En kunnen ook mensen nog doneren? Alsjeblieft. Ja, we hebben donateurs nodig eigenlijk. Hè? Ja. En jullie kunnen bij onze website terecht. Is www.stineke.nl. Mm-hmm. En elke vraag dat jullie hebben, kunnen jullie bij mij terecht. Jullie kunnen ook de data daar in de de gegevens, niet de gegevens data. Vinden. De gegevens. Ja. Data is in het Spaans. Het is zo verraderlijk. Datos is gegevens. Ja, precies. Ja. Gegevens kunnen ze daar op de website dus zien. Ja. Okay. Nou, mag ik u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Mm-hmm. Ja, wilt u dus nu doneren of informatie dus opvragen, dan kunt u naar de site www.stineke.nl. En ik wil ook wat zeggen dat geen kleine donatie er is. Elke donatie die mensen echt met hun hart geven, komt heel goed terecht. Oké, dank u wel. Ja.